Wij staan hier voor de goedkope winkel, gerestaureerd en wel, in de Spoorwegstraat. Ik ga met Hans Ansems, bewoner van het eerste uur, door de wijk. Hoe lang woon je al in de Spoorhoek? Iets meer dan 40 jaar. Met veel plezier. Kun je die wijk eens typeren voor ons? Het is een wijk waar al heel lang gewoond en gewerkt wordt. Steeds met wisseling van mensen. En wanneer is die gebouwd? Nou, het is al heel lang bewoond. De Spoorhoek maakt overigens deel uit van het Spijkerkwartier. En waarschijnlijk werden hier de eerste huizen gebouwd buiten de stadsmuren. De straat waar wij nu staan, die dateert van 1830. En was speciaal bestemd voor mensen die eigenlijk in het centrum woonden, in krotten. En hier werden door een aantal weldoeners, de commissie geheten, de eerste huizen gebouwd. En is daarmee een voorloper geworden van de bouwcorporaties. De Noord- en Zuidstraat, hij ligt een beetje verscholen. Hoe zag hij er vroeger uit? Toen die gebouwd werd in 1830 waren de straten smaller. En dat kwam omdat het is nu een brede straat, maar in het midden stond nog een huizenrij. Het waren hele kleine huizen en die zijn naderhand afgebroken. In 1930 zijn ze afgebroken en die ene rij huizen is er uitgehaald. Waardoor er nu een hele mooie brede straat ontstaan is met een voortuin. De zijstraat van de Hommelstraat is de oude Klarendalse weg. Die heeft een hele eigen geschiedenis. Ja, het is een opmerkelijk stukje straat. Toen de spoordijk aangelegd werd, dwars door wat al bebouwd was, bleef er eigenlijk een raar stukje straat van de Klarendalse weg over. En dat heette de oude Klarendalse weg nadien. Kijk, de Spoorhoek die wordt omschreven door de Spoordijk, lopend vanaf Velperpoortstation tot aan de Apeldoornse straat. Dan wordt de Spoorhoek begrensd door de Apeldoornse straat en een stukje singel. En aan de zuidkant door de Steenstraat. En dan heb je een soort vorm van een strijkijzer. Dus eigenlijk was die Klarendalsweg die was veel langer. Die was veel langer en dat was echt een aanvoerroute om naar het centrum te gaan naar de Velperpoort. Eigenlijk net zoals de Apeldoornse straat kwam daarop uit. De Klarendalse weg, de Hommelse weg en de Steenstraat kwamen allemaal samen op dat ene punt de toegang tot de oude stad. Als we hier om ons heen kijken, dan zien we hier bovenhuizen met daaronder garages. Wat zou er vroeger gezeten hebben? Nou, dat is heel mooi dat we dat hier zien. Want dat was eigenlijk ook wat de mensen hier bezig hield. Hier woonden vanaf 1850 heel veel ambachtsmensen. Die hadden werkplaatsen, die hadden opslag nodig. En dan zie je hier als het ware nog een restant van. Niet dat ze uit die tijd dateren, maar ze zijn wel illustratief voor de activiteiten die hier plaatsvonden, waar de mensen van leefden. Nu zie je nog steeds eigenlijk, en dat maakt de Spoorhoek eigenlijk zo mooi, mensen die kansen zien, die iets willen beginnen. Die beginnen heel vaak, en dat was al dus ook een eeuw geleden, begonnen ze in de Spoorhoek. Hier lagen kansen, hier was het druk. Het is nog steeds een enorme drukke plek eigenlijk. Ja, behalve dan de oude Klarendalseweg aan Noord- en Zuidstraat, want die liggen wat verscholen. Maar er is ontzettend veel bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de Hommelstraat. Hommelstraat is echt altijd en nu nog steeds een drukke winkelstraat geweest. En nu is het wel heel erg druk geworden vanwege de ring om Arnhem heen. De omsingeling doorbroken heette dat plan. Waardoor er nu ook heel veel sluipverkeer doorheen gaat. Ja, we staan aan de achterzijde van de flats van de Van Muilwijkstraat. Natuurlijk ook Spoorhoek. Het is wel een heel oud gebied eigenlijk hier. Wat kun je daarover vertellen? Nou, ik zie daar een bord en daar staat op Lange Uitweg. En dat is een verdwenen straat. En waarom is die verdwenen straat? Om de Van Muilwijkstraat aan te leggen. Men dacht heel groot en vooral ook heel breed. Werden er drie straten gesloopt na de oorlog. Er was de Stroosteeg, de Korte Uitweg, de Lange Uitweg en ook nog een stukje van de Hoekstraat. Die is helemaal verdwenen.
En je ziet hier die flats staan. En de straat wordt hier op dat moment ook smaller. De ingenieur van Muilenwijkstraat. En het verhaal, de geschiedenis vertelt dat er een boerderij staat. Die zullen we zo zien. En de eigenaar van de boerderij, de familie Ewes, die was niet van plan om hun bezit te verkopen. Dus de plannen van de gemeente om een hele brede straat te maken, die hielden bij de boerderij op. En die boerderij, weliswaar stevig verbouwd, staat er nu nog steeds. Woont daar iemand in nog? Ja, er woont nog steeds iemand. Er wonen mensen boven op de eerste en tweede etage. En op de begane grond zit een kleine winkel in Luxeflex en rolgordijnen. Ja, we staan hier voor deze prachtige plataan, maar wat voor een verhaal heeft deze boom? Nou, het verhaal achter de prachtige plataan is dat die staat op de speelplaats van een voormalige lagere school. Dus hier voor ons was het gebouw, school 7. En aan de achterkant had je dan een speelplaats met een plataan erop. En er zijn meer voorbeelden van. In de spijkerkwartier zeker, maar ook in de spoorhoek van dat soort bomen. Je moet nagaan, in die tijd, zo rond de jaren 20, 30, was dit een zeer kinderrijke buurt. En er waren daarom 3 lagere scholen. Allemaal met een eigen boom. Maar die connectie met het spijkerkwartier, die is totaal verdwenen door deze ingenieur van Muilenwijkstraat. Ja, dat is eigenlijk wat je ziet is dat, ik heb daar straks de contouren van de spoorhoek aangegeven met aan de zuidkant de Steenstraat. Maar na de oorlog is de Van Muilenwijkstraat aangelegd en die maakte eigenlijk van dat dit noordelijke stukje van de spoorhoek afgesneden werd van het Spijkerkwartier. En dat is sociaal gezien een probleem, want we kunnen niet meer gemakkelijk daar naartoe. We worden gehinderd door een hele drukke verkeersader. Hier ontmoet het Spijkerkwartier de spoorhoek. Wat vind je van deze plek? Nou, het is in ieder geval een hele belangrijke plek. De werkgroep heeft ooit een visieplan geschreven. En aan de hand van 7 schoonheden, 7 belangrijke punten. En Velperpoort is een van die belangrijke punten, omdat je hier de buurt binnenkomt en Spijkerkwartier en Sporenhoek ontmoeten elkaar hier. En op de achtergrond zie je hier het oude station. Dat is de opvolger van een nog ouder station. En momenteel functioneert dit prachtige gebouwtje als wijkpost voor agent Frank. De hoeder van de veiligheid in onze wijk. En dit plein was een beetje griepesachtig. Mensen voelden zich hier onheimisch en het is vorig jaar is het opnieuw ingericht met een mooie klinker, een zonnige uitstraling, prachtig groen. En ineens is iets een lastige plek, een onheimische plek, een mooie optimistische plek geworden. Dank verschuldigd aan de ontwerper. En wie heeft deze herinrichting hier bij Velperpoort mogelijk gemaakt? Ja, we zijn wat dat betreft dank verschuldigd aan Theo Racing, de landschapsontwerper, die lange tijd lid is geweest van de werkgroep. Dus hij heeft dit met veel betrokkenheid gemaakt. Ja, we lopen door heel Spoorhoek. We zijn nu in de Paterstraat met gekruiste Jufferstraat. Ja, ik zie allemaal nieuwbouw hier. Ja, en dat is eigenlijk nieuwbouw op oude structuren. Wat we hier zien is eigenlijk een wijkje, zeg maar. En we hebben daar straks het gebied bij Velperpoort gezien, wat heringericht is. En dit stukje van onze wijk is er heel hard aan toe om heringericht te worden. Want de sfeer die er nu heerst is een sfeer van onverzorgdheid. Het is een beetje verlopen. Het is naar mijn smaak is het liefdeloos. En ik denk dat een figuur als Theo Racing, als je die hierop loslaat, dat met niet al te veel investeringen dit een heel mooi gebied kan worden. Maar dat moet je wel doen. Waar staan we nou precies? Dit is wel een hele andere plek. Ja, we staan hier op wat de buurtbewoners het Rembrandtpleintje noemen. En het is het Rembrandtplein omdat het de achterkant is van
voormalige bioscoop Rembrandt. En daar valt het een en ander over te vertellen. Want het, is, het illustreert heel goed van wat er met de wijk gebeurt. En dat is het volgende, dat heel veel nieuwe initiatieven die komen met de achterkant naar de wijk te staan. En dat heeft allesbehalve een positieve invloed op die wijk. Zo heb je hier die achterkant van de voormalige bioscoop. En het idee is toch een beetje, als je die nou gaat herbestemmen, zo'n groot gebouw, dat het eigenlijk zich moet richten naar de wijk en niet met de rug naar de wijk. We hebben daar de Mediamarkt en die heeft precies hetzelfde gedaan. Hè? Het wordt druk bezocht, maar hij staat met zijn rug naar de wijk toe. Je ziet daar die goedereningang, de ingang van een parkeergarage. Alles goed en wel, maar het heeft geen goede invloed op het leefklimaat. Maar er staat een bioscoop leeg. Er staat ook een hotel leeg, Hotel Rembrandt. Daar is de eigenaar Benny vermoord. Wat heeft dat met de buurt gedaan? Dat heeft de nodige onrust gegeven. Nodige verdriet ook. Benny was een echte spoorhoeker. Heeft zijn hele leven in de spoorhoek gewoond. Wist alles van de spoorhoek. Was eigenlijk een hele zachtaardige man. Een hele goede man ook. En dat maakt het eigenlijk extra zuur dat hij vermoord is. We zitten hier vlak in de buurt van de opvang, dag- en nachtopvang van daklozen. En dat niet alleen, maar ook van uitgeprocedeerde asielzoekers. De moordenaar die klopte bij de opvang aan. Er was geen plaats. Hij was blijkbaar op de hoogte van het feit dat hier een hotel is. Klopte daaraan en dat is Benny Peters noodlottig geworden. Noodlottig omdat hij door die bezoeker om leven gebracht is, samen met een gast die hij onderdak bood. Dus het wringt hier eigenlijk behoorlijk op dit stukje. Is de gebeurtenis rondom Hotel Rembrandt ook van invloed op wat er dan zou moeten kunnen komen? Wat er met het gebouw gaat gebeuren? Ja, ook dat is eigenlijk weer illustratief. Werkgroep zegt van waar wij behoefte aan hebben is rust in de wijk. We weten ook dat de bevolkingsopbouw in onbalans is. Er komen steeds meer kamerbewoners. Dus we hebben al de gemeente ingefluisterd. Let op met wat er met dat hotel gaat gebeuren. Onze wens is dat daar grote appartementen in komen voor een gezin. Voor gezinnen. Maar wat gaat er nou gebeuren? Er komen een 20-tal onzelfstandige appartementen in. Dus kleine appartementen van hooguit 15 tot 20 vierkante meter. En daar zit dan ook de natte cel bij in. Dus het is helemaal niet wat onze bedoeling was. We staan nu bij het grote kolos van de KPN. Het zijn eigenlijk kantoren. En er zit een groot schakelcentrum in. Maar sinds een jaar of 10 staat dit gebouw voor een heel groot gedeelte leeg. Het gebouw heeft ook een heel grote parkeerplaats. Die staat daar ook ongebruikt. Nou, je ziet het aan de begroeiing tussen de tegels. Allemaal gras en onkruid. Maar ja, heel raar dat dat gebouw zo leeg staat. En het heeft ook wel een stukje geschiedenis weggevaagd. Want we staan nu eigenlijk in de Manegestraat. En deze straat die kwam uit bij een manege waar carousel gereden werd, dames op paarden. En in 1965 is die carousel-manege afgebroken ten behoeve van dit hele grote gebouw, wat nu leeg staat. Heel simpel. Ja, de wijk is zo'n 150 jaar oud en nu zitten we in 2018. En er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen in de wijk gaande. Wat kun je erover vertellen? Nou, een van de ontwikkelingen is dat we steeds meer jeugd in de buurt krijgen. En daar bedoel ik mee mensen van een jaar of 20, 25, 30. De ontwikkeling is ook van dat er steeds meer gewoond wordt. Dus in oude winkels worden omgebouwd tot appartementen. En tegelijkertijd zie je ook grootschalige horeca komen. Maar ook zoiets als de Mediamarkt. En eigenlijk botsen die twee
ontwikkelingen die staan haaks op elkaar. De Evangelische Lutherse Kerk is gebouwd in 1898 en is uit de dienst onttrokken. De kerk stond vervolgens te koop. Nu wordt de kerk omgebouwd tot een horecagelegenheid. De bevoorrading gebeurt vanuit de spoorwegstraat. Dan zit je weer met dat probleem. Knelt dat niet met de bewoners? Ja, dan vereist het van de gemeente heel veel zorgvuldigheid en stuurmanskunst om dat in goede banen te leiden.